opheffen van Fashion Mania. Samen met mijn partner Mick hebben we dit overgenomen. En wij verkopen dameskleding online. En we hopen hiermee een hele leuke, sexy, stoere en eigenwijze stijl neer te zetten voor de dames van nu. Wij hebben de webshop Fashion Mania overgenomen omdat we op zoek waren naar een nieuwe uitdaging. En dit past heel erg bij nu. De webshop zelf hebben we overgenomen omdat er voor in onze mening veel aangepast kon worden. We hebben een app laten ontwikkelen. De webshop is veel toegankelijker voor het publiek. En we hebben het assortiment flink aangepast en uitgebreid. De app wat we hebben laten ontwikkelen voor de webshop, daar hebben we makkelijkere betaalmodules in geïntegreerd. Meer betaalmethodes zitten erin en meerdere talen gaan we integreren. Dus de app is heel functioneel om een verkoop te doen en helemaal herhaalverkopen te plaatsen. De stijl kleren wat wij verkopen is heel erg streetstijl. Amerikaanse stijl brengen we naar Nederland op deze manier. Het is erg eigenwijs, het is een beetje sexy, het is heel elegant toch wel. En daarmee hebben we echt een look gecreëerd voor onze stijl van kleren. Dit is de herfstcollectie van nu. Overal zie je het terugkomen. Voor jong, voor wat dames. En heel erg gemakkelijk om streetstijl te creëren. De stof valt super lekker van deze jurk. Hij valt helemaal glad om je heen. Als je deze aan zou doen, het is echt een tweede huid wat je om je lichaam aantrekt. En het is echt super lekker, ja. Wij gebruiken modellen in onze webshop om de kleren beter te presenteren. Dan krijg je meer het gevoel bij een kledingstuk. Zo zie je precies hoe het gedragen kan worden. In de toekomst gaan wij een aantal veranderingen nog doorvoeren in onze webshop. We gaan kinderkleding integreren en herenkleding. En we willen natuurlijk, omdat we in de grensstreek zitten, Duitsland en België gaan benaderen.